Hallo allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hier op het Tultrex, de enige echte natuurlijk. Nou, voor mij is het vrijdag, dit is op een vrijdag opgenomen. Het is vrijdag vandaag en ja, wil ik er even 2 dagen nodig om bij te komen, want dat heb ik wel nodig. Ja, we zouden nog een kermis doen. Ik weet niet of dat doorgaat hoor. Ik denk het niet. We gaan naar Brielen in ieder geval. Als ik ga, dan ga ik. En als ik niet ga, dan houdt het op. Ik ben ook niet echt helemaal lekker. Ik heb de laatste paar weken enorm benauwd. En ja, iets met mijn keel. Ik denk dat het gewoon een verkoudheidje is hoor. Niet om je eigen druk over te maken. Maar in ieder geval, ja. Het is wel vervelend. Elke keer benauwd. En ja, geen lucht. Brokken met keel, heel erg. Nou, een brok in mijn keel. Ik denk echt dat dat een verkoudheidje is. Misschien wel een kleine. Ja, gewoon een kleine verkoudheid. Ik denk, ja, iets met mijn keel. Een beetje verkouden. Ja, het is wel weer de tijd van het jaar ervoor, hè? Ja, super vervelend in ieder geval. In ieder geval ben ik er aan het achterkomen. Of ga ik er al, wil ik er achterkomen. Wat het nou precies allemaal is. Want het is nogal vervelend. Ik ben echt aan het proberen om erachter te komen wat het is. Dan kan ik het oplossen tenminste. Dat schiet wel, dat zou wel een beetje opschieten. Dus ja, we gaan het vanzelf wel zien. Maar in ieder geval wil ik nog eventjes wat dingen kwijt aan jullie. En dat is dat ik tegenwoordig op TikTok te vinden ben. Ja, ja, ik ben tegenwoordig op TikTok te vinden. Adres kunnen jullie hier beneden zien. Volg mij even op TikTok. Zou ik wel ontzettend leuk vinden om als jullie dat even doen. Dus ja. Ik heb nu inmiddels heb ik 1500 volgers. Heb ik. Ja, zo ongeveer 1500 volgers. Ja, ik moest eigenlijk 1000 hebben. Want bij 1000 kan je live gaan. Daarnaast nou niet echt heel erg belangrijk meer. Nou, het is natuurlijk wel leuk als je een heleboel volgers hebt. Maar in ieder geval de 1000 moest ik halen. En dat is eigenlijk het enigste eigenlijk. Als je 1000 hebt, dan kan je live gaan. En dat is eigenlijk het enigste eigenlijk. Want daarna heb je eigenlijk niks meer qua doel of zo. Ja, het cijfertje zoveel mogelijk omhoog laten gaan. Hetzelfde als het aantal abonnees op YouTube is dat. Dus ja, in ieder geval, we gaan het wel zien. We gaan het wel zien. In ieder geval kunnen jullie hem allemaal volgen op TikTok, TikTok beneden. Zien jullie het adres. Dus gaat dat helemaal goed komen. Ja, wat wou ik nog meer zeggen? Ik wou nog eigenlijk wat zeggen, maar dan weet ik nog niet eens meer wat. Maar goed, in ieder geval. Ja, TikToks ben ik tegenwoordig heel erg veel te vinden. Ja, het meeste is eigenlijk omdat. Ja, Ramon die moet weer altijd zaterdag naar Zoetermeer toe. Dus ja, het weekend zal ik niet echt heel erg veel zijn. Joost is volgens mij nu ook bezig met TikTok. Dus die gaat ook proberen de 1000 te krijgen. Ik weet niet of dat als jullie dit zien, zal het wel maandag of dinsdag wezen. Ja, ik zeg het maar alvast eventjes. Ja, het is eigenlijk weer een vrijdagvlog. Maar eigenlijk is het ook geen vrijdagvlog. Want ja, voor mij is het nu vrijdag. Maar als jullie dit zien, is het alweer maandag of zo. Dan denk je leuk van, hè? Het is weekend. Nou, het is helemaal geen weekend, want het is gewoon maandag is het. De week is weer begonnen. Dus, maar ik zeg het er maar even bij, want anders gaat Peter Pan weer zeiken natuurlijk. Peter Pan, oh, die gaat dan weer lopen zeuren. Hè? Ja, Marco, het is maandag vandaag. Het is helemaal geen zondag. Of het is dinsdag, ik weet niet wanneer deze vlog online komt. Ja, vervelend allemaal. Maar in ieder geval, voor mij is het vrijdag en ik ga lekker uitrusten in ieder geval. Ik wil nog even naar buiten om een vlogje op te nemen. Ja, durf ik tegenwoordig ook niet meer te zeggen, want jullie weten het. De afgelopen 2 weken heb ik dat ook al gezegd. Nou, elke keer kwam het er niet van. Het zou zaterdag mooi weer zijn en zondag zou het gaan regenen. Dus ja, dat in ieder geval dus. Maar in ieder geval, ja, dat is eigenlijk het weekend eigenlijk. Het weekendje eigenlijk. Ik heb eigenlijk verder niet veel meer. Ja, ik had nog een paar dingen, maar ik vergeet het elke keer. Volgende keer moet ik het dus even opschrijven, volgens mij. Ja, nog een week of 4 werken. En dan heb ik vakantie. En ja, dat is ook heel erg belangrijk. Heb ik lekker vakantie. Nou weet ik weer wat ik wou gaan zeggen. Hè, hè.
echt, ik moet het voortaan echt op gaan schrijven hoor. Want ik was het echt helemaal vergeten wat ik daar wou zeggen. Ja, ja, het spookslotboek. Nou, jullie weten het, jullie hebben het gezien in... voor mij was de vorige vlog was het, want die vlog daarvoor was van de Wild West Avenger. Maar ik heb eindelijk een e-mail gehad. Ik had een spookslotboek besteld. En ja, dat duurde maar. Het was ook wel van tevoren verteld hoor, dat het echt wel een ruime maand kon duren voordat je een melding kreeg, een e-mail kreeg en dan kan je het boek ophalen in de Efteling. Nou, inmiddels heb ik een datum geprikt. Dat is in december is dat. Ja, we gaan dan dat boek ophalen. Joost gaat ook dat boek ophalen. Die heeft dezelfde datum gedaan. En ja, ik ga nog even lekker niet vertellen wanneer dat is, want dat is weer een verrassing. Want... ja, we kunnen dan wel naar de Efteling gaan en dan kunnen we weer dat boek halen en dan kunnen we daarna weer gelijk naar huis toe. Maar ja, we zijn dan toch in de Efteling, dus weet je wat we dan doen? Ik heb dan inmiddels vakantie op die dag. Dus we dachten van, nou ja, als we dan dat boek op gaan halen, dan gaan we ook gelijk weer een Efteling dagje ervan maken. Ik weet niet hoe lang, dat ga ik dat wel zien. Maar ja... ik wilde dan weer even een Efteling dagje van maken. We zijn er dan toch. Dus ja, laten we dan maar gelijk even de Efteling binnen gaan. En daar eventjes gaan kijken. Ja, misschien even gelijk een leuk dagje ervan maken. Ramon die is volgens mij dan nog niet vrij. Die moet nog werken. Dus Ramon zal er de aankomende Efteling vlog niet bij zijn. Maar ja, in ieder geval gaan we binnenkort het boek ophalen. Eindelijk, zegt na ruim een maand wachten, eindelijk het Efteling boek. Ik heb het gelijk besteld via de website van de Efteling. Ja, was natuurlijk een hele run op de boek. Nou, daar heb ik echt geen zin in. Ik heb echt geen zin om... hoeveel mensen zullen het geweest zijn? Echt een heleboel, in ieder geval 1500, 2000, weet ik veel, ik weet het niet meer precies. Maar in ieder geval een heleboel mensen waren er. En ja, ik heb echt geen zin om daar tussen te staan, tussen dat... Om te knokken voor een boek. Nou, daar heb ik echt geen zin in. En toevallig kwam daarna gelijk de melding van... joh, je kan het boek ook bestellen. Nou, dat heb ik dus gedaan. En heb ik dus gedaan. En in ieder geval, nu kan ik het boek ophalen. Eindelijk dus. Wat ik nog even verder wou... ik wou nog even verder over TikTok. Ramon die is het weekend meestal weg. Maar in ieder geval door de week bijna altijd wel. S'avonds zijn wij aan het livestreamen. We zijn aan het livestreamen. En meestal is daar Ramon bij en Joost. En dat wordt in ieder geval... Dat is echt een hele leuke, gezellige avond is dat. Dat is echt hartstikke leuk. Dus schroom je niet en kom een keer kijken in onze livestream. Want het is lachen, gieren, brullen. Het is lekker, lekker tegen elkaar het keer gaan. Lekker kletsen. Mensen in de chat die doen gezellig mee. Dus kom even kijken een keertje naar zo'n livestream op TikTok. Dat is echt super gezellig. Als je echt een leuke avond wil hebben, is dat zeker weten aanbevolen. Nou, dit was eventjes de vlog even allemaal. Ik denk dat ik weer een heleboel dingen heb moeten knippen, want ik zei het ook weer een paar keer verkeerd. Maar goed, dat maakt allemaal niet uit. Ik maak er wel even een compilatie van. En dan komt het allemaal helemaal goed. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik zei, jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Duimpje omhoog, abonneer op dit kanaal voor meer. Druk op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden. En ik spreek jullie allemaal groetjes van deze kant. En tot de volgende vlog maar weer. Bye bye. Hoi.